Deelnemers, start vrij. Dan gaan we, dames en heren. Welkom op Alkmaar. De eerste koers gaat zo dadelijk van start om de lichte dubbel 2 prijs. 2060 meter afstand. Deze paarden hebben nog geen 500 euro verdiend. Ze gaan zich op dit moment formeren achter de vleugels van de startauto. Favoriet, groot favoriet is paard nummer 3, Veronica Boko met Ruud Pols. Nog 150 meter. Nog 50 meter. En de paarden zijn gestart, ze zijn onderweg en het is na de start in het midden van de baan Veronica Boko die naar de leiding snelt. Alle paarden zijn goed weg, dat is al heel wat in deze winstomklasse en zo ronden ze de eerste bocht. Veronica Boko heeft anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan Jasmin Victory. Achter deze paarden Yen Investment en de vierde plaats is voor Jarden Freo. Aan de buitenzijde meldt zich zo langzamerhand de roem erop komen en thans foutieve Yildirim Victory. En die wordt binnendoor weer gepasseerd door Yolanda Lauwers. Achter Yolanda Lauwers hebben we dan de laatste twee wat betreft aansluiting. Dat zijn Erik Jusia met Jasmin Wonder en aan de buitenzijde daar schuin naast Yama. Groot achterstand voor Yildirim Victory en de deelnemers gaan de volgende bocht nu in met de favoriete aankop van het veld. En dat is Veronica Boko. Maar op de tweede plaats gaat het Edwin Tabbertman te langzaam en hij brengt zijn Jasmin Victory naar het tweede spoor. En zou de ideale gangmaker kunnen worden voor Jos Oorthuizen met zijn nummer 6 Yen Investment. Paarden komen op weg naar de finish, zo dadelijk nog twee rondes te gaan in de lichte dubbel 2 prijs. En het is Veronica Boko die een beetje strijd krijgt aan de buitenkant. Uitgeschakeld van Jasmin nummer 5. Victory. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde nog altijd die Yen Investment. En achter Yen Investment Yarn Freo. Galopade nu op de vijfde plaats voor paard nummer 1 Yolanda Lauwers. Die wordt buitenom nu gepasseerd door de komende Yahama. Nummer 1. En daarachteraan gaat Jasmin Wonder. Een paard dat de laatste keer goed terugkwam na een grote fout in de beginfase. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd die Veronica Boko aan kop van het veld. Heeft een halve lengte voor. Aan de buitenzijde Jasmin Victory. En aan de binnenzijde Yen Investment. Dan Yarden Freo, die probeert naar dit drietal toe te lopen. En achter Yarden Freo volgt op anderhalve lengte Yahama. En achter Yahama is er inmiddels aansluiting voor paard nummer 7, Jasmin Wonder. Nou, deze paarden gaan de prijs onderling verdelen, want Yolanda Lauwers is in het achterveld ingehouden. En we gaan af op de finish met zo dadelijk nog één ronde te gaan. En Veronica Boko die het tempo bepaalt. Veronica Boko, Jasmin Victory. Daarachter is het dan Yen Investment met Yarden Freo. Daar komt aan de buitenzijde zo langzamerhand naar voren Yahama. En achter Yahama is er ook aansluiting voor het paard van Erik Jusia, Jasmin Wonder. Door de bocht, overzijde van de baan, daar zijn ze voor de laatste maal. En de favoriet aan kop van het veld, die bepaalt nog altijd het tempo, Veronica Boko. De favoriet van 1,50, pakt nu een lengte voor. Maar Yen Investment is vrij dreigend aan de binnenkant. Die zal zo dadelijk normaal gesproken de ruimte krijgen. Want aan de buitenzijde valt Jasmin Victory terug. Maar Henk Hamming heeft ook plannen vandaag. En hij brengt zijn Yahama in stelling. Maar Jos Oorthuizen is hem net een streepje voor. En die is naar het tweede spoor gegaan ten einde de aanval in te zetten op Veronica Boko. Veronica Boko echter aan de binnenzijde pareert die aanval. Yen Investment aan de buitenkant. Daarachter is het de derde plaats dan Yahama. En achter Yahama probeert binnendoor naar voren te komen Jasmin Wonder. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. En het is aan de kop van het veld Veronica Boko. Maar Yen Investment, Jos Oorthuis is daarnaast, is erop en is erover. En die gaat de eerste van vandaag winnen. De 6 is de winnaar voor de 3. Dan Kloos de 7 of 8.